Wij hebben gisteren een vergadering gehad met de sectie specialisten. En hebben besloten om vanaf maandag in actie te gaan. Het is het geval dat we al maanden bezig zijn met het statistieke fonds om tot de aanpassing te komen van de tarieven. Die dateren inmiddels uit 2014. Dat is eigenlijk pas gelopen. Er ligt een voorstel op tafel van het statistieke fonds zelf. Maar dat is de ondertekening heeft niet plaats kunnen vinden. Dus dat is vastgelopen. En de specialisten zijn niet langer bereid om tegen de tarieven die dateren uit 2014 door te werken. Er zijn gesprekken geweest, er waren afspraken gemaakt. Waar is het eigenlijk blijven liggen? Nou, in principe, we zijn 6 maanden geleden begonnen, dus met het onderhandelen. Er is een voorstel gedaan door ons, een tegenvoorstel door het statistieke fonds. Ons voorstel was om te geraken tot 80% van de particuliere tarieven die in november 2020 zijn aangepast geworden. Van oudsher is er een regeling dat we een 20% korting geven aan het statistieke fonds, aan de ambtenaren eigenlijk. Ruim een half jaar na aanpassen van de particuliere tarieven vonden wij het ook zaak om deze aanpassing door te voeren naar het statistieke fonds. Er is gecounterd, er is een tegenvoorstel gekomen vanuit het statistieke fonds om tot een gefaseerde aanpassing te geraken van de tarieven vanaf 1 juli 2021. Niet zonder slag of stoot zijn wij in vergadering akkoord te gaan met dit voorstel. Vervolgens is er een verzoek gedaan om niet gelijk tot het uitbetalen van de nieuwe tarieven te komen, maar dat pas in 1 januari 2022 te laten ingaan. Ik kan zich voorstellen dat dit ook niet in goede aarde was gevallen. Maar desondanks is ook dit voorstel goedgekeurd, omdat we bij alle tijden rekening houden met de crisis in het land. En ook het vertrouwen hebben dat deze regering met behoorlijk bestuur en prudent beleid het tij zal keren uiteindelijk. Dus we waren bereid om ook dat offer te brengen. Uiteindelijk is de ondertekening niet tot stand gekomen. En na verschillende sessies met de minister van Financiën en de ad-interim volksgezondheid, de minister van Defensie, hebben wij eigenlijk vernomen dat voorlopig de ondertekening niet zal geschieden. En dat dus zo de overeenkomst op losse schroeven is komen te staan. Wat houden deze acties precies in? Nou, in principe staat buiten kijf dat elke patiënt, elke SZF-verzekerde, laat me vooropstellen dat de acties slechts betrekking hebben op de statistieke fondsverzekerde patiënten, Surfam en andere verzekeringsmaatschappijen. Die reageert het niet. De acties houden in dat wij vanaf aanstaande maandag slechts die patiënten die in nood zijn, dat we zeggen patiënten waarbij het niet handelen, het niet ingrijpen, medisch handelen, directe consequenties zullen hebben voor de gezondheid van die patiënt. Dus eigenlijk kan je dat samenvatten als een CITO-patiënt. Dus echt een patiënt die in nood verkeert, waarbij acuut ingrijpen noodzakelijk is. Want als dat niet gebeurt, zou dat ernstige medische consequenties hebben. Dat voor zowel de polyklinische patiënten, maar ook de klinische verrichtingen, de klinische ingrepen, die zullen ook slechts voor de acute, de CITO-patiënten uitgevoerd worden. Nogmaals, in het verleden hadden we al een ultimatum gesteld, maar dus om ongeveer een reden hebben we daar toen van afgezien. De regering is reeds langere tijd op de hoogte van de zaken die spelen. En we zijn on speaking terms met de regering en dat hebben we ook aangegeven te alle tijden. Maar we hebben toch gemeend om de acties af te kondigen. En de acties zullen doorgaan totdat we tot een vergelijk komen, dan wel tot de overeenkomst.